hoe worden die beschadigingen in de maag eigenlijk herkend? Nou, je moet weten dat het klierarme deel, dat is eigenlijk het bovenste deel van de maag, dat is normaal lichtroze. Nou, als daar maagzweren in zitten, dan is die wand beschadigd. Dus dat betekent dat het lichtroze deel roder geworden is. Dat er soms ook diepere gaatjes in zitten. En soms zelfs zo diep dat het ook is gaan bloeden. Dus dan zie je echt bloederige plekken op dat klierarme deel van de maagwand. Nou, in het maaguitganggedeelte, dat is het onderste deel van de maag. Dat is het klierrijke gedeelte, dat is normaal een stuk roder. Dat is echt slijmvlies eigenlijk. En daar zien we vooral maagzweren bij de uitgang. Dat noemen we dus de pylorus. Dat is de uitgang richting de dunne darm. En als we daar maagzweren zien, zien we rodere vlekken in dat gebied. Die vlekken kunnen ook een beetje opgebold zijn, dat ze wat dikker zijn. En soms zie je daar ook hele ontstekingsplakaten op zitten eigenlijk. Dus dan zijn ze echt heel naar die maagzweren. En dat doet al pijn als je ernaar kijkt eigenlijk.